Het Samen is een eigen geborgen plek in een groot gebouw voor reguliere ouderenzorg. Humanitas biedt zorg aan 31 senioren van de 40 tot 80 jaar oud, met een licht verstandelijk tot matig verstandelijke beperking. 7 krijgen ambulante zorg en de overige 24 wonen in kleine woongroepen van 6 appartementen. Iedereen kent elkaar goed. Ze gaan bij elkaar voor koffie en er ontstaat een hechte vriendschap. Welkom bij het Samen. Ik werk zelf op de dagbesteding. Hierbij halen we dan cliënten op. We hebben ook vrijwilligers, stagiaires die ons komen ondersteunen. We gaan de afdeling op, dan halen we cliënten op en dan zijn de geduldigen die ook zelf naar de afdeling kan komen. Die lopen dan tegelijkertijd ook mee. En onze dag ziet er naar uit als bijvoorbeeld hele mooie schilderijen. Dat hebben allemaal de cliënten gemaakt. Ze zijn dus heel erg creatief. dan gaan we de dag doornemen en dan gaan we leuke activiteiten doen. We hebben een hele leuke spelletjeskamer. Dus daar hebben ze heel veel keuze in. We hebben draaien, we hebben ook balspellen. En soms beginnen we ook met een ochtendgymnastiekje. Dus om de cliënten even lekker in beweging nog te houden. Wat we ook wel eens doen is buiten wandelen als het zonnetje lekker schijnt. En dan gaan we dan tot slot ook een ijsje met hun eten voor een afsluiting. Die vinden ze ook altijd wel lekker. En dan gaan we terug. En vervolgens drinken we nog misschien een bakkie. We eten hier ook altijd gezamenlijk. Dat vinden ze ook altijd heel leuk. Ze houden echt van zoete beleg. Laten we zo zeggen, het is echt zoet koud. En voor de rest. Zo ziet eigenlijk een beetje de dag eruit. Het is wel een korte dag, ongeveer 4 uurtjes. Eigenlijk soms een beetje te kort met de cliënten, in de zin van ze het zo leuk vinden. En wij zelf ook, willen we gewoon meer tijd eigenlijk hebben. Het is altijd leuk. en we maken er eigenlijk gewoon een gezellige dag, gewoon altijd. Toezicht bij het Samen.